Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Gisteren is de DAX-index in Duitsland bijna 8% gestegen. Nou, met zo'n percentage van stijging, dan moet het haast wel dat de vrede getekend is in Oekraïne. Nou, niets van dat. Helemaal niets van dat. Wat is er gisteren gebeurd waardoor dit zo kwam? Nou, er zijn twee dingen die mogelijk een invloed hebben gehad, waarvan ik zeg, ja, die heb ik gezien. Eén is dat 40.000 mensen via corridors in Oekraïne hebben kunnen ontsnappen aan de aanvallen van de Russen. Nou ja, is dat het dan? En een tweede wat ik gisteren heb gezien is dat er is gezegd dat Europa voor de rest van de winter genoeg energie heeft. Nou, dat zou een stuk opluchting kunnen geven, vooral voor Duitsland. Want daar waren ze echt wel bang dat ze zonder energie zouden komen te zitten. Want ook de Duitsers zien nu in dat ze niet afhankelijk van Russische energie moeten zijn. Hun afhankelijkheid heeft ze zwak gemaakt. En dat heeft Amerika al heel lang gezegd dat ze dat moesten voorkomen. Maar Duitsers hadden het idee, en dat is helemaal niet een slecht idee, maar Duitsers hadden het idee van ja, maar die afhankelijkheid geldt naar twee kanten toe. Want Rusland is afhankelijk van ons geld. En ja, dat klopt. Alleen, Rusland heeft een oorlogspotje waardoor ze er even zonder kunnen. Maar ik heb al eerder aangegeven dat Vladimir Poetin eigenlijk februari was zijn laatste kans om in te grijpen in Oekraïne. Hij wilde dat, maar dat was zijn laatste kans. Want dan heb je nog heel maart en een stuk van april dat er een winter kan zijn. En ja, dan is Europa nog bang. En Poetin had verwacht binnen een week Oekraïne veroverd hebben. Dat was voor hem geen enkel probleem, want die Oekraïne zou hem met open armen ontvangen. Dat gebeurde dus niet. Dat is een misrekening geweest, waardoor hij dus nu een probleem heeft, echt een enorm probleem heeft. Want ten eerste is de winter erg mild geweest in Europa. Dat is eventjes jammer voor hem. En het tweede is, hij gaat dit niet winnen. Niet snel in ieder geval. Kijk, Rusland kan Oekraïne veroveren. Daar is geen enkele twijfel over. Dat kan. En hoe dat moet is in wezen heel simpel. Rusland is afhankelijk van treinen om bevoorrading voor elkaar te krijgen. En die treinen konden maar tot aan de grens rijden, want de Oekraïners hadden heel slim gezorgd dat die treinen niet verder konden. Nou, wat de Russen nu aan het doen zijn, en realiseer je, 40.000 Russische soldaten zijn werkzaam voor de spoorwegen. Zo belangrijk vindt het Russische leger die spoorwegen. En veel van die soldaten zijn nu in Oekraïne bezig om die spoorwegen door te trekken. Dat waar ze veroverd hebben, zijn ze nu bezig om dat door te trekken. Want die voorraden kunnen eigenlijk alleen maar via spoorwegen verder het land ingebracht worden. En dat kost tijd. Nou, we zien nu ook dat via die spoorwegen ongelooflijk veel vrachtwagens worden aangevoerd naar Oekraïne. Maar dat zijn civiele vrachtwagens. Dat zijn bestelbusjes. Dat zijn busjes voor personenvervoer. Dat is een wanhoopsdaad. Als militaire vrachtwagens er al niet doorkomen, dan kunnen civiele vrachtwagens dat zeker niet. En zeker geen bestelbusjes. Nou, wat de Russen proberen is via dat dan toch het probleem een beetje minder te maken. Hey, prima, het zal ongetwijfeld iets helpen. Maar zodra zo'n busje stuk gaat, zodra zo'n vrachtwagen stuk gaat, hebben ze geen onderdelen. Ze hebben geen idee hoe ze die moeten repareren. Dus hoe bestendig is dat? Nou, het is gewoon waanzin. Het is eigenlijk gewoon een wanhoopsdaad van de generaals om ja, toch maar iets te doen. Maar het is echt niet te doen om met een civiele vrachtwagen of verstelbus in een oorlogsgebied rond te rijden. Eerste stukje waar de weg kapot is, kom je al geblokkeerd te zitten. Je hebt geen vierwielaandrijving, je hebt dunne bandjes. Dat gaat hem gewoon niet worden. En daarnaast stel je voor dat je wapens gaat vervoeren. Daar is die vrachtwagen of die bestelbus niet voor ingericht. Eén keer goed schudden en je weet niet wat er gebeurt. Ook bescherming van zowel de vrachtwagen als de passagiers is natuurlijk minimaal. Eén kogeltje in de radiator en dat ding stopt. Dus ja, dit is echt gekke werk. Maar die spoorwegen worden doorgetrokken. Die voorwaartse posten, die worden nu rond Kiev opgesteld. In het westen van Kiev is Rusland nu bezig om 3 voorwaartse posten op te stellen. En als ze van daaruit goed bevoorraad kunnen worden, dan kunnen de legers verder. Nou is het wel zo dat die posten worden ingesteld. En dan moet je eigenlijk rekenen dat er nog 2 of 3 steden liggen tussen die post en Kiev.
Dus het is niet zo dat de Russen dan rechtstreeks Kiev in kunnen. Die steden voor Kiev, die zijn nog niet bezet door de Russen. Die moeten ze ook nog veroveren. Dus het is allemaal niet zo makkelijk als dat ze dachten. En zoals het er nu uitziet, stel je voor dat het allemaal op rolletjes gaat lopen, dan praten we over mei, juni, voordat die Russen echt door kunnen stoten. En waarom mei, juni? Dan is die lente is voorbij, het wordt droger, de grond wordt dan beter bereidbaar en ze hebben die bevoorrading op orde, want dat zijn ze nu aan het regelen. Ja, en dan kunnen ze doorrollen. Nou, het is de vraag of het regime van Poetin zo lang nog kan overleven, want het wordt steeds moeilijker. En daarom is het zo belangrijk dat in Rusland die pers helemaal geknot wordt. Want Rusland, Poetin is nu bang voor de waarheid. De Russen mogen die waarheid niet weten. En het is nu zo erg dat een restauranthouder in Kiev, die daar is gevlucht, een Rus, had daar een restaurant, die belde zijn vader in Rusland. Want zijn vader belde hem maar niet. Zo van, ja, waarom bel je niet? We zitten hier. Nou, zij heeft zijn vrouw en kinderen heeft hij naar Hongarije gebracht. Hij zit zelf nu in het westen van Oekraïne. En hij belde zijn vader. En zijn vader zei, je liegt. Wij zijn hier binnengevallen om jullie te redden van het naziregime. En jullie krijgen voedsel en kleding van de Russen. Wat zit je nou te zeiken over het feit dat je gevlucht bent? Je liegt tegen me. En dat was zijn vader. En Russen weten niet beter dan dat ze de Oekraïners aan het redden zijn. Ze weten niet beter, want ze hebben geen andere informatiebronnen. Al 20 jaar is vooral in de wat verder delen in het land, dus de dorpen en dergelijke, daar is geen internet waarbij mensen zoeken naar andere informatie. Überhaupt als er al internet is in die kleine dorpen, helemaal in het platteland. En ja, die mensen weten niet beter dan dat wat er op het nieuws is, is waar. En dat hebben wij zelfs in Nederland en België. Dus ja, dat is voor heel veel mensen zo. Als het optionaal is, dan klopt het. En dat is daar natuurlijk ook. Maar zelfs een zoon kon zijn vader niet overtuigen van het feit dat de Russen de aanvallers waren. Dat die nazi's waar hij het over had, dat de Russische soldaten waren. En dat kon er niet bij die vader in. En er zijn 11 miljoen mensen in Oekraïne die familie hebben in Rusland. En de oproep is nu van ja, bel je familie en zeg wat de waarheid is. En probeer door te dringen. En probeer die berg van 20 jaar propaganda, probeer die af te breken. Maar goed, dat zullen we zien. Maar goed, die beurs in Duitsland 8% omhoog. Mijn portefeuille voor de X10 portefeuille, X10beleggen.nl, die ging gisteren ook 8% omhoog. En dat kwam door uraniumaandelen. Want uraniumaandelen stijgen nog altijd. Nou, hoe komt dat? Ondanks de angst voor een kernramp is het zo dat voor Europa eigenlijk het zonneklaar is dat als je minder of geen Russische energie wil, dan kan je niet anders dan ook kernenergie moeten gebruiken. Anders red je het niet. We redden het niet met groene energie. Zoveel zonnepanelen, zoveel windmolens gaan we niet willen zetten. Dus we zullen kernenergie moeten gebruiken. En ja, en snel ook, want we voorzien niet, ik zie niet in hoe we snel weer een goede relatie met Rusland gaan krijgen. Het wordt alleen maar slechter en slechter. Zolang Poetin daar aan de macht is, verandert daar alleen ten goede helemaal niks. Dus dat is echt wel een puntje. We zijn de winter door. Dat gaat wel lukken, dat is het punt niet. Maar we moeten naar de volgende winter toe, moeten oplossingen hebben. Dat lukt ons nog niet met kernenergie. Gaat echt niet lukken. We zullen dus echt wel oplossingen moeten zoeken. In de zomer zullen er heel veel schepen met gas moeten worden gehaald vanuit Kuwait, vanuit Noord-Amerika. Zal er gas naar Europa moeten komen? Dat moet worden opgeslagen, er moet capaciteit voor komen. Daar is nog een paar maanden de tijd voor. Het is nu begin of halverwege maart. Ja, in november moet dat klaar zijn. Nou, dat gaat nog een enorme hijsa geven, maar het moet. Het Russische gas gaat afgesloten worden. Dat is vrijwel zeker. En ja, die opdracht heeft Europa voor zichzelf. Hoe gaan we dit oplossen? En Europa heeft een probleem, want gas en olie is ontzettend duur, terwijl in Amerika het heel goedkoop is. Als Europa industrieel wil overleven, zal het moeten zorgen dat de energie hier weer heel snel heel veel goedkoper gaat worden. En we zullen dus alles op alles moeten zetten om hier ja, voldoende energie te hebben en het ook voldoende laag in prijs te krijgen. En dat zal dus ook betekenen dat we meer zonnepanelen,
en meer windmolens en dus ook meer capaciteit op het net moeten hebben. We zullen energie moeten kunnen opslaan, op welke manier dan ook, waterstof, waterkracht, whatever. We zullen het moeten gaan doen met oplossingen, want ja, het makkelijke Russische gas, dat is er niet. Dat was een opdracht en een opgave. De DAX 8% omhoog gisteren, ja, dat moet of gekte zijn of manipulatie. Zeg het maar, ik weet het niet. Ik hou het op manipulatie, want ik zie niet waar die opluchting vandaan moet komen. Ja, want op de lange termijn is het gewoon echt een enorme uitdaging. Nou, manipulatie als dat het is, ja, waar komt die dan vandaan? Is de ECB zo machtig dat ze die beurs omhoog kunnen zetten? Is er een potje waarin ze kunnen zeggen, nou, we kopen nu even heel strategisch wat aandelen op, waardoor die beurs omhoog gaat, en dan hopen we dat particulieren het ook oppakken en dat, ja, het kan. Ik weet niet of het zo is, maar 8% op niks. Op, ja, zeg het maar, ik zie dat niet, hoe dat spontaan moet komen, tenzij beleggers gewoon volslagen idioot zijn. En dat denk ik ook niet. Dus ja, maar ik sta open voor suggesties. Ik weet het ook niet, laat dat duidelijk zijn. Hè. Ik sta naar te kijken met verbazing dat de DAX 8% stijgt en ik weet niet hoe dat nou kan. En ik ben heel benieuwd naar hoe jij daarover denkt. Laat dat weten in de beschrijving onder de video en in de commentaren. Wat denk jij wat die 8% veroorzaakt heeft? Ik ben heel benieuwd. Nou, vond je de video interessant? Geef een like. Heb jij nog geen abonnement op dit kanaal? Log in met YouTube. Abonneer je, druk op blauwe belletje, dan krijg je notificatie als ik een volgende video heb gemaakt. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!